John Heitinga en zijn gezinnetje hebben hun draai weer helemaal gevonden in Nederland. Na jarenlang in het buitenland te hebben gevoetbald, stort de voormalige Oranje-speler zich nu volledig op zijn carrière als assistent-trainer bij Jong Ajax. Toch heeft hij in zijn drukke agenda een gaatje gevonden om kunstjes met een voetbal te verruilen voor echte kunst. John Heitinga heeft de grote eer om de expositie van de vaste Ajax-kunstenaar Henk Veen te openen. Henk, ben een groot fan van je. Ik voor jou. Dat blijkt, want de voormalige Oranje verdediger krijgt zijn eigen portret cadeau. John blijkt stiekem een groot liefhebber te zijn. Het is eigenlijk best wel slordig als je het zo kijkt, maar het is wel pakkend. Ja, kijk, ik heb nog niet zo heel veel haar omhoog. Dat kan hij goed wegzetten in ieder geval. John Sancho Lennox van 5 waardeert het op zijn manier. Ik moet nog even vragen of hij ook ziet dat ik het ben, maar die begon in ieder geval te lachen. En dat is hier voor mij in ieder geval een goed teken, want dan straalt hij in ieder geval plezier uit. Het gezin Heitinga woont sinds een jaar weer in Nederland. Voor de kinderen een flinke omschakeling. Ik heb tot aan vorig jaar nog nooit in Nederland gewoond. Die wennen snel, dus ik stelde onlangs de vraag van waar ze het liefst woonden. Want ze hebben natuurlijk in Spanje, in Engeland en in Duitsland gewoond. En toen zijn ze beide volmondig Nederland, dus ik denk dat de keuze wel de juiste keuze is geweest. Nu de familie om de hoek woont, is het huis van de Heitingaatjes een zoete inval. Eigenlijk het afgelopen jaar is het wel ingehaald. Want iedere keer dat ik er thuis kom, dan zat er wel iemand op de bank voor de gezelligheid. Voor ons als gezin heeft het wel alleen maar positieve uitwerkingen. Wie denkt dat nu zijn profcarrière voorbij is, John het wat rustiger aan kan doen, die heeft het mis. Charlotte Sophie ziet haar man juist veel minder nu hij zich volledig stort op zijn trainersdiploma. Als voetballer dan ben je best wel gewend, want je gaat 's ochtends trainen en 's middags thuis. En nu ben ik ineens aan het huiswerk en ik sta wat langer op het veld. En ik ben al bezig zeg maar, met het voorbereiden van de analyses voor de tegenstander bijvoorbeeld. Dus je maakt wat meer uren. John mag dan nu weer lekker in Amsterdam wonen. Een carrière in het buitenland longt ook. Ik sluit het niet uit in de toekomst. Nu eerst dat felbegeerde trainerspapiertje op zak.